Het is weer dinsdag. Je hebt langer moeten wachten, maar het is weer zover. Tijd voor de laatste Tech Gadgets in Gear in Gamers in Gear. Doen we elke dinsdag, dagje later op YouTube. En naast zit Tom Kouwenberg. Aan de andere kant van het scherm zit Peter Bouwman. Daar is Soraya. En dit is een AOC beeldscherm en die heet niet AOC beeldscherm. Nee, zou super makkelijk zijn overigens. Ja, maar dat doen ze nooit. Never. Beeldschermen hebben altijd moeilijke namen. Altijd. Hier ook. De AOC Agon AG241FZ. De FZ, hè? Het rolt van de tong. Het rolt van de tong, bek lekker. Beeldschermen bespreken vind ik altijd moeilijk, want ze hebben nooit allemaal alles. Nee, het is altijd een afweging. Met een beeldscherm moet je altijd een afweging maken. Ja. Je gaat in een bepaald prijssegment denken en dan heb je zoiets van, nou, wat wil ik daar ongeveer voor? We hebben al een keer een AOC beeldscherm gehad en dat was één kant op. Heel veel dingen werden opzij gedaan om 240 hertz waar te bestellen. En nu is het een beetje een soort van middenweg. In dit geval, met de 241FZ, krijg je dus niet 240 hertz, maar 144. Nog steeds heel netjes. En de Quad HD 1440p resolutie. En dat dan voor richtprijs €350. Is Quad HD hetzelfde als 4K? Nee, Quad HD is niet hetzelfde als 4K. Maar wat is dan Quad HD? Leg het ons dan even uit. Ja, dat is dus de 2560 keer 1440 pixels. Dus het is gewoon een beetje groter. Ja, je zou kunnen zeggen een soort bijna anderhalf keer zo groot. Maar het komt er gewoon op neer. Ja, Quad HD, het is gewoon een heel stuk scherper. Maar je gaat niet all the way richting 4K. Nee. En ik denk dat dat voor gamers een hele fijne afweging is. Omdat je niet all the way 4K gaat. En niet all the way op je framerate natuurlijk gaat zitten met die 240 hertz. Want dat was ook gewoon te veel. Dit is een beetje een soort van de middenweg. Ja, dit is een degelijk beestje voor de middenweg gamer. Ja, want anders moet je zeggen. Ook je hele specs weer aanpassen als je 4K wil draaien. En het is ook een beetje de vraag van wat voor computer heb je, wat voor spellen wil je erop spelen en waar ga je dan voor op scherm? Nou ja, dit is dus een beetje inderdaad het alternatief wat een beetje ertussendoor zweeft. Maar tegelijkertijd zien we dus wel weer ongeveer hetzelfde design als we destijds zagen met dat 240 hertz beeldscherm. Dus het is aan de achterkant, weet je wel, mooi dat soort van rode schild en dergelijke. Het headset hang dingetje of kabelsnoer. Die antenne die we toen ook al besproken, zo van, wat is het? Nou ja, het is gewoon om je headset aan op te hangen of zo. Nou ja, goed, het kan. Ja, dat kan. En dat zou ik ook doen als ik dit beeldscherm zou hebben. Oh ja, ik dus echt niet. Ik leg die gewoon neer. Wat is er mis met heel... Nou ja, goed. Heel veel mis met we hebben al een keer een headset stand behandeld, dus dan weet je ook weer dat we daar een hele discussie over hadden. Ik leg hem gewoon neer. De vraag die ons alle op de lippen brandt is, hoe draait Minecraft? Nou ja, Minecraft draait gewoon altijd kut. Tenminste, als je de Java-versie draait. Nou ja, goed. Nee, het is... wat ik wel moet zeggen, als je Minecraft erbij haalt, ik denk dat je een beetje richting de budget wil gaan met je statement. Of met wat het meest voor een budget is. Nee, het scherm is duurder dan budget. Nou ja, ik vind AOC wel een soort van goedkoop insteek over het algemeen. Ze leveren best wel veel voor wat je ervoor betaalt. Het is inderdaad wel een medium range prijs. Het is niet meer echt super cheap. Maar je merkt wel dat zij vooral focussen op de kwaliteit van het beeld boven de dingen eromheen. Je krijgt natuurlijk wel een heleboel extra features die bedoeld zijn voor de gamers. Dus een heleboel poorten die je door kan snoeren, USB, hier verbeterde oplaadkracht voor je mobiel en dergelijke. Knopjes. En natuurlijk inderdaad een knoppenpaneel wat je eraan kan klikken, waarmee je een paar aantal profielen snel kan wisselen en dergelijke. Dat soort dingen doen ze wel, maar je ziet bijvoorbeeld weer een beetje in de body dat ze daar niet enorm veel klassen of zo hebben, als je mij vraagt. Ja, maar dat is echt een smaakding. Want jij vindt het geen klasse uiterlijk. Ja, ik vind het statief heel erg fijn. Die kun je draaien, je kunt natuurlijk ook het scherm kantelen en dergelijke. Er zit een goede swivel op, een brede kijkhoek. Maar ik vind de afwerking allemaal iets minder. Je hebt nog best wel dikke randen hier, weet je. Het is niet echt zo'n edgeless design wat nu helemaal hip en happening is. Veel plastic en dergelijke. Dit ding is dan natuurlijk wel van aluminium, het grote statief. Maar het is niet dat ik denk van, wauw, die hebben echt een hele uitgesproken eigen stijl. Naast gewoon van zwart met rood, want dat is voor de gamers. Ja, zwart met rood, wij houden alleen maar van rood. Anders kunnen we het niet zien. Ja, precies. Hey, er is één dingetje om even op je sfeerbeeld op letten. Dat je hier sfeerbeelden van maakt, want ik wil weten wat dit is. Kun je instellen op hoeveel, op de, welke hoogte je ongeveer je scherm maximaal wil hebben? Oh, wat vet. Dus dan heb je, want nu heb ik mijn goede hoogte en dan zet je daar dingetjes in voor de volgende keer weer weg. Ja, dan weet je het weer. Als je daar een lampartje gaat. Ja, of als je wat dingen dan weer verandert, kun je weer terugschuiven naar het juiste dingetje. Nou, dat wil ik weten. Dat is een feature namelijk die ik nog nooit op een scherm heb gezien. Nee, ja, wel opvallend toch? Ze doen wel een aantal dingen die wel heel erg een bepaalde niche aanspreken. Maar het zit er natuurlijk vooral gewoon in de kwaliteit van het beeld. Hoe is de kwaliteit van het beeld? Want ik vind hem erg fraai. Ook qua kleurgebruik, hij heeft een dynamische contrastratio van 50 miljoen op 1. Nou ja, statisch is dat 1000 op 1. Dat is niet eens zo heel erg veel. Wat hier aan de achterkant zit is een LCD-paneel, TN. Dus op zich, het is niks enorm vooruitstrevends of zo. Weet je, het is geen HDR-kleurdiepte en dergelijke. Maar het is wel heel erg fraai en heel erg bewezen. Weet je, die TFT-panelen of die TN-panelen, dat is alweer een wat oudere techniek. Maar je weet wel dat ze daarmee gewoon wel mooi die 144 hertz eruit pompen. En 1 milliseconde responstijd, wat natuurlijk voor de gamer ook niet onbelangrijk is. Dus voor je CSGO heel belangrijk. Ja, nou ja, goed. Ik zou
ik hier prima CSGO willen spelen. Ook Overwatch en zo is natuurlijk heel fijn, want het is wel echt een scherm wat gericht is op de presterende gamer, zou je kunnen zeggen. En 144 hertz is ook genoeg. De meeste games toppen af op 144 hertz. Je hebt natuurlijk die optie om voor 240 te gaan, maar wat draait er in 240 frames per seconde? Naast Minecraft. De game die mijn leven heet. Wauw. Wauw. Nee, die topt ook af op 200. Ja, ik ben console gamer. Ik top op 30. Ja, dankjewel. Heb je nog een final thought? Wat de prijskwaliteit? Nou ja, wat de prijskwaliteit betreft, ik denk dat je hier een hele mooie gulden middenweg hebt. We hebben het al een aantal keer gezegd, maar als je een beetje wil gaan voor een iets grotere resolutie en gewoon hogere frames, dan is dit wel zo'n go-to ding. Je moet even kijken wat je fijn vindt aan de features en dergelijke. Maar ik vind, naar mijn idee, het spit zich goed toe op de gamer. Een aantal leuke features, maar ja, je moet het niet hebben van de heel erg uitgesproken design. Dat is een beetje waar ik mee zit. En als een smaakding, zoals jij hem dan ziet en je denkt, dit is precies wat ik zoek en ziet er fantastisch uit, dan is dit een scherm voor jou. Helemaal mooi. Goed gedaan, AOC, met je AOC beeldscherm, zoals ik nu gewoon noem. Zo makkelijk. Hij noemt gewoon alle beeldschermen beeldscherm. Beeldscherm. Monitor. Dat is de tweede lijn. Maar maakt verder niet uit. Hey, wil je echt alles weten over dit beeldscherm, dan moet je even naar gamersnet.nl gaan, want heeft Tom een uitgebreide geschreven artikel waarin hij echt heel diep in gaat over alle specs. Dus als je echt alles over de specs wil weten, ga dan vooral naar gamersnet.nl, zoek op AOC. Je komt er vanzelf of kijk in de link in de beschrijving. Tom, bedankt deze week. Peter, bedankt. En we zijn de volgende week natuurlijk weer met een nieuwe Gamersnet Gear.